Kom met je ideeën, lever kritiek, liefst opbouwend natuurlijk. Praat en discussieer erover. Praat en discussieer erover. Is dat gezondheid wel belangrijker is. Dus dat er een app kan komen, maar dat daarna de gegevens wel veilig moeten worden. En er hoeven geen foto's op de app te komen, alleen gewoon je naam plus je locatie. Want gezondheid is belangrijker dan privacy, want als je niet gezond bent, kun je overlijden. Ons advies is aan u, minister-president. We willen dat er niet... dat de scholen niet meer dicht gaan, want dat is slecht voor de ontwikkeling van de kinderen. En dat er strengere regels voor de juffen en meesters komen, want ze houden niet zo genoeg 1,5 meter van elkaar af en ook niet van ons. Ons advies is op het gebied van luchtvervuiling dat er minder auto's komen op benzine en diesel en meer op waterbasis en elektriciteit, want dat is veel beter voor het milieu. En dat er op elk huis zonnepanelen komen te liggen. En zonne-energie. Ja, opgewekt wordt. Op het gebied van plastic soep hebben we verzonnen afvalvrije plekken bij bijvoorbeeld dierenleven en bomen en planten. En we moeten veel papieren verpakkingen hebben, vooral ook omdat het snel afbreekbaar is. Mijn advies is dat cultuur even belangrijk is als gezondheid en dat het niet te ver mag ingetrokken worden, want anders verdwijnt cultuur. En feesten voor je club, dat mag ook met 1,5 meter. Ons advies op het gebied van vertrouwen is, als je vertrouwen wilt krijgen, dan moet je die ook geven en niet te grote dingen beloven. En dat is moeilijk om na te komen. Mijn advies op het gebied van verbinding voor meneer Rutte en de burgemeester is de mondkapjes wat beter controleren, zodat mensen ook wat dichter bij elkaar kunnen komen, want heel veel mensen doen het gewoon niet. Dus ja, gewoon wat beter controleren. En ook nog dat ze digitale les misschien regelen voor wat oudere mensen. Want hun kunnen niet zo, dat ze leren omgaan met de telefoon. Want heel veel oudere mensen kunnen niet zo heel goed omgaan met de telefoon. En dan kunnen hun ook leren om te facetimen, bijvoorbeeld te appen of te bellen. Zodat ze hun familie kunnen zien zonder risico te lopen. We hebben nu een vraag voor jullie, burgemeester. En die vraag is: wat vindt u belangrijker, privacy of gezondheid? En waarom? Ik vind de juiste volgorde, zoals jullie mogen stellen, gezondheid belangrijker dan privacy als we deze crisis moeten aanpakken. Ik vond het geweldig. Al die ideeën die de kinderen hebben, hoe diep ze hebben nagedacht over wat we wel of niet moeten doen in de coronatijd. Maar ook dat ze doorgedacht hebben over wat er daarna moet gebeuren. Dat we ook moeten zorgen, natuurlijk dat we gezond blijven, maar voor gezondheid is het ook nodig dat de wereld schoon is en duurzaam. Dus dat ze die verbanden leggen, dat is toch wel heel mooi. En ik heb een document meegekregen wat ik ga proberen te overhandigen aan de minister-president. 3, 2, 1, go! Het zijn goede adviezen en die zijn van belang, omdat kinderen ja, ook een onderdeel zijn van onze samenleving. Maar zij moeten ook in de toekomstige samenleving de ruimte hebben die zij belangrijk vinden. En dat hebben ze mooi verwoord.